Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Ein herzliches Willkommen geht auch heute wieder an unsere Hörer in den Niederlanden. Dort wird der Ostsee-Rundspruch und auch der Deutschland-Rundspruch des DRRC wie an jedem Freitagabend auf dem Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo landesweit auf 145,575 MHz übertragen. PI3 UTR ist das höchstgelegene Relais in den Niederlanden und befindet sich auf dem Gerbrandi-Turm in der Nähe von Utrecht. Ein besonderer Gruß geht auch heute Abend wieder an unsere Hörer in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik und in Kanada, die uns auf PI3 UTR via Echolink zugeschaltet sind. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. It's the Internet of Things that should not be connected to the Internet in the first place. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 News on Friday evening. The following program contains strong language throughout. One of the hottest workouts in India is a laughter workout. Yes, it's made to feel you laugh. You bought another stupid ham radio. How much was it? Let's just say I cashed my paycheck at Ham Radio Outlet this month. You know, I've been borrowing money from my mom, my sister, and my boss just to keep from losing our house and for food and diapers for the baby. What were you thinking, you inconsiderate jerk? All the other guys on the 80-meter morning net and the 40-meter noontime net are always talking about the new gear they bought. Today, I went to Ham Radio Outlet on my lunch break to pick up some PL2. 59 connectors and saw that Kenwood I have been looking at in the catalog was on sale. Now, I have an HF rig big enough to drive my amp to full legal limit. Goedenavond, dit is de wekelijkse uitzending van PA00 News, ook wel de wekelijkse Daily Minutes genoemd. De uitzending die iedere week om 10:30 s'avonds op vrijdag op PI3 UTR te horen is. De uitzending bestaat vanavond uit de Daily Minutes, zoals die de hele afgelopen week uitgezonden is op PI2 NOS. Deze week is alleen de eerste daarvan in het Engels, de rest is in het Nederlands. Onder deze herhalingen zit de Contestia-data. Bij deze laatste, of tenminste bij de laatste 4 of 5 van de uitzendingen is dit steeds dezelfde versie met 8 tonen. Bij de eerdere kan eventueel het aantal tonen anders zijn. Ik weet niet helemaal zeker hoe dat zit. Als je het echt zeker wil weten, het is goed te vinden op YouTube-PA0ETE. Bij al die filmpjes staat exacte data voor welke dag, welke variant welke dag gebruikt is. Centrale frequentie van Contestia is 355 hertz. En daarnaast is er ook af en toe een kort blok 8 PSK. Dat is een supersnelle modus. Dan kun je in 6 seconden de tekst van de hele uitzending uitzenden. Hè? Die is dus ook maar heel kort te horen. Even kijken hoor. Dus alle informatie over de data die met de uitzendingen meegestuurd wordt is dus ook steeds aan het begin van het blokje van die betreffende dag te horen. Niet alle info over Contestia wordt steeds verteld. Deze is op de site panelete.nl te vinden, maar ik zal voor de volledigheid ook hier die informatie geven. Informatie is overigens allemaal te ontvangen, de data, met het programma FL Digi. Dat is er zowel voor Windows als voor Linux. Als je Google intikt FL Digi, FLDIGI, dan vind je het ongetwijfeld. Het grootste van de uitzendingen betreft dus Contestia, bandbreedte 125, 8 tonen, afstemmarge 8, integratie FEC blokken 4, inclusief start-stop tonen en op 355 hertz. Dus bandbreedte 125, 8 tonen, afstemmarge 8, integratie FEC blokken 4 en inclusief start- en stop tonen. Centrale frequentie de hele week voor Contestia is 355 hertz. Mogelijk dat aan het begin van de week dus een paar keer met minder dan 8 blokken wordt uitgezonden. Ik weet dat niet zeker. De overige informatie is constant, wel kan af en toe de sterkte van het datasignaal dat parallel aan de spraak wordt meegestuurd per uitzending verschillen. Goed, na de herhaling van de dagelijkse uitzendingen hebben we verder in het Engels de Amateur Radio Newsline. En daarna de Ostsee-Rundspruch en de Deutschland-Rundspruch in het Duits. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 28 november 2015. Dit is het bulletin van zaterdag. Vandaag opnieuw Contestia bij de uitzendingen met de bekende parameters 8 tonen en 355 hertz zijn de belangrijkste. De rest is te vinden op pa0ete.nl.
De uitzending in het weekend zeggen, want ik in het Engels. All our weekend shows are in English. Today we have Contestia again, simultaneously with the spoken text, which has the parameters as stated on www.papaalpha0echotangoecho.nl. Most important are 8 tones and 355 hertz. Today we have the propagation bulletin of the RSGB and several other topics of all around the world. Hello, this is Mike Marsh, G1IAR, and welcome to the TX Talk podcast of the GB2RS National News. Now the radio propagation report compiled by Golf 0 Kilo Yankee Alpha, Golf 4 Bravo Alpha Oscar, and Golf 3 Yankee Lima Alpha on Friday, the 27th of November. This week's been geomagnetically quiet, with the K index hovering around 0 or 1. This is in contrast to the extremely unsettled conditions we've been having on and off over the past few months. Coupled with a solar flux index of around 110 to 120, this has brought reasonably settled conditions on HF and good conditions on MF too. Media wave enthusiasts have heard radio station WBBR in New York on 1130 kHz with ease during the night, which bodes well for top band propagation. The lower HF bands have also been lively, with John, Hotel Romeo 5/Golf 4 India Romeo November in Honduras, being worked by Jack, Golf 8 Delta X-Ray, on 80, 40 and 30 metres. So with the increasing periods of darkness, now is the time to make the most of the lower bands. Next week, NOAA predicts the solar flux index will remain in the 110 to 115 range, but with unsettled geomagnetic conditions next weekend, that's the 5th and the 6th. Meanwhile, most enthusiasts can hopefully make the most of the settled conditions during this weekend's CQ Worldwide contest. There should be plenty of DX to work, and the bands are predicted to be reasonable, with reliable openings up to 21 MHz and even 28 MHz virtually guaranteed. And now the VHF and upwards propagation news. Well, it looks like another difficult week for tropospheric propagation. There are low pressure systems passing to the north of Britain, and high pressure displaced well to the south over Iberia and the Mediterranean. Now, this means that conditions on the VHF and the UHF bands will probably be flat for much of the time, with no significant openings due to weather events. That said, though, the Foxtrot 5 Lima Echo November forecast pages suggest a minor tropospheric enhancement late on Tuesday and into early Wednesday. For meteor scatter enthusiasts, there's just 2 weeks to go until the major Geminid shower, which appears on December the 13th. So sharpen up those operating skills with some early morning random QSOs until then. For EME operators, path losses are beginning to rise again, and windows shortening as the moon heads out towards apogee from today and declination goes negative again. In all then, this is probably a good week to try some VHF satellite operation to keep the old QSO count up. Pete 2 Echo 0 Sierra Quebec Lima tells us that Alpha Oscar 85, Sierra Oscar 50, November Oscar 84, Alpha Oscar 73, that's Fun Cube, and Foxtrot Oscar 29, X-Ray Whiskey /2 Foxtrot, and Alpha Oscar 7 are all in good health. And that's it from the propagation team for another week. The 2015 ITU World Radio Conference in Geneva has concluded. Following earlier successes at 5 MHz, the conference has agreed to include a future agenda item for the next conference in 2019, which will consider harmonising the 50 MHz band in Region 1. Several other agenda items that might have affected the amateur services have also concluded largely favourably. The Society would like to thank Colin Thomas, G3 Papa Sierra Mike, Ian Greenshields, Golf 4 Foxtrot Sierra Uniform, and many other volunteers for their efforts over the years in advancing the amateur cause at ITU in often very challenging circumstances. Attention now immediately turns to preparations for the 2019 ITU World Radio Conference. APRS CaveLink uses the Amateur Radio's Automatic Packet Reporting System, or APRS, inside caves to get their position data and other messages out of the caves, it's been reported on Hackaday.com.
Digipeters and battery packs are dropped in Hansel and Gretel style, as the cavers work their way through the cave. The trick is to make sure to place one repeater before they've entirely lost radio signal from the previous one. But a test of the APRS Cavelink project got a full mile's worth of transmission in Mammoth Cave without using wires at all. From Australia, this is VK1WIA. A satellite mishap is letting physicists test Einstein's theory of relativity. When life gives you lemons, make lemonade, right? That, at least, is the motto the European Space Agency seems to have embraced with respect to two wayward satellites, which are being repurposed to provide the most accurate assessment yet of how gravity affects the passage of time. VK7WI News says that last year, a Russian Soyuz rocket accidentally placed two ESA-operated GPS satellites into elliptical rather than circular orbits. The faulty launch leaves the satellites unfit to perform their intended duties as part of a global Galileo GPS system. It would have been a huge waste of money and resources, but there's a silver lining. To wit, physicists now have a unique opportunity to test one of the key predictions of Albert Einstein's theory of general relativity, that clocks run more slowly when they're close to heavy objects because of how gravity warps the fabric of space-time. As the two Galileo satellites swing toward and away from the Earth in their oblong orbits, German and French physicists will track the speeding and slowing of time using the spacecraft's onboard atomic clocks. To date, our best measurements of the so-called time dilation effect were made in 1976 in an experiment that lasted a mere 2 hours. The Galileo satellites will be tracked for a year, enabling physicists to make measurements up to 4 times more accurate. Some friendly fire is occurring on the amateur radio bands when data transmissions are suffering avoidable interference at the hands of we fellow radio amateurs. A few may consider digital signals as being that coming from intruders, while others are not careful enough when choosing where to operate on a clear frequency. The issue of digital modes was raised by the New Zealand Association of Radio Transmitters, the NZART, at the recent IARU Region 3 conference in Bali. The NZART paper by Murray Greenman, ZL1BPU, pointed to their increased popularity, yet the band planned digital mode section continues to be plagued with unnecessary interference. So please, listen first, then if need be, QSY. Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 29 november 2015. Dit is het bulletin van zondag. Vandaag hebben we opnieuw Contestia met de gebruikelijke specificaties. Bij wijze van uitzondering is deze gehele uitzending van vandaag in het Nederlands. As an exemption to our rule, the entire show today will be in Dutch. We do have, however, Contestia with the text in English. PD1ALO heeft 20 jaar lang de Gooise ronde op 145.225 geleid. Een van de bekendste rondes met een nieuwsuitzending van dit deel van het land. Vandaag was de laatste ronde die door Berend werd geleid en omdat er nog geen opvolger voor hem is gevonden, houdt de ronde voorlopig op om te bestaan. De ronde van Berend ligt mijzelf ook na aan het hart, mede omdat ik zelf sinds 2006 vrijwel voortdurend de ronde heb opgenomen en die opname op mijn podcast heb gepubliceerd. Vermoedelijk was die activiteit voor mij indirect ook een van de aanleidingen waardoor ik later met de Daily Minutes begonnen ben. Berend legde bij de ronde van vandaag uit hoe hij zelf zo bij die ronde betrokken is geraakt. Dat als de tijd zijn voor mij 12 uur is, om te zeggen dit is papa India 4. Victor Golf Ezeru, verenigingsstation VRZA, afdeling het Gooi, regio 15, afdeling 27. Met de laatste Gooise ronde van de rondeleider, moet ik maar zeggen, want wie weet is er toch nog iemand die er binnenkort opstaat. Maar in ieder geval de laatste ronde van de ondergetekende. Daar ga ik de nieuwsgaarding doen.
En een klein stukje historie over Pedagogische Ronde. Want ik hoorde al mensen zeggen, hoe ging het ook alweer? Ja, 20 jaar geleden is het begonnen. Ik zie het nog voor me. Ik was via Loosdrecht, want toen zat de VZA in Loosdrecht, binnengekomen bij de VZA. En Anne, PA3, Fox Yankee India, die deed altijd de ronde. Die was ook op zondag om 12 uur. En die had er ook geen zin meer in. En zoek eigenlijk een rondeleider. Nou, ik ben zo gek geweest om te zeggen van, nou, misschien wil ik dat wel dan doen. Ik werd opgevangen door Karel, PA3, AUP. Dat was toen de voorzitter van de VZA, afdeling in Gooi. En ik was nog maar luisteramateur. Ja, ik was luisteramateur. Dat heeft ook nog wat voeten in de aarde gehad. Maar goed, als luisteramateur mocht ik beginnen als rondeleider. Kom ik daar in de chic van PA3 AUP, zit daar voor mij PA3 AUP. En daar aan de andere kant, aan de rechterkant, zit dan de heer PA9 JOO, zo heet hij tegenwoordig. Toen was het nog PA3, belop. Nee, nu ben je gek, was hij. Nou ja, goed, maakt niet uit. Met zijn oude kool, Joop. En die zaten met z'n tweeën voor me op een stoel. En daarnaast mocht ik gaan zitten met mijn transceiver. Nou, ik heb het geweten. Karel op de oude dorstmachine. wat nieuws uitgedraaid. Vooral natuurlijk afkomstig van het VRZ-Alfa gebeuren. Maar daar begonnen we dan met de ronde. Zweet in mijn handen. Een handmicrofoon in mijn handen. Maar dat werken we tegenwoordig weer natuurlijk heel lang niet meer mee. Maar ja, daar zijn we mee begonnen. En ik mocht de ronde doen. Nou, na een uurtje was ik klaar met de ronde, kan ik me herinneren. En toen kreeg ik te horen van de heer Joop. Ja, dat heb je eigenlijk best wel goed gedaan. Ik dank daarvoor, Joop. Het is eeuwig zonde dat ik daar ingetrapt ben. Want vanaf die tijd, elke zondag, mocht ik naar Karel toe. Ja, als luisteramateur, rondeleider. Dat doet me denken aan de veel leuke onderwerpen. En natuurlijk onplezante onderwerpen. In het begin wist ik natuurlijk niet zoveel van radiozendamateurisme. Heel veel oudere zendamateurs die ondersteunen dat heel vaak. En dan kwam er weer iemand met morsen terug. En ja, ik kan me ook herinneren wie dat was. Dat doet me nog steeds heel veel. Toen hebben we natuurlijk de morse discussie gehad. We hebben nog wat andere discussies gehad. En een jaar daarna, ongeveer een jaar nadat ik ben begonnen als rondeleider, ben ik geslaagd als radiozendamateur. Met de hulp natuurlijk van Joop. En daar ben ik eeuwig dankbaar voor. En toen was het afgelopen om naar Karel te rijden. Toen mocht ik het in mijn eigen zeg doen. En vanaf die tijd heb ik met heel veel plezier de Gooise Ronde geleid. En helaas deze keer de laatste ronde. Het is niet anders. We gaan niet meer ooit dramatisch doen. Ik heb zoiets van, over is over. Ik heb besloten dat ik gewoon wat meer ga genieten in de weekenden van de zaken die ik kan gaan doen. Ik heb eigenlijk niks om handen, dus ken ik er ook op uit met moeders en vrouw. En dat is ook belangrijk. Goed, ST4 VGZ, bijna 5 minuten volgepraat. Dan heb ik nog eventjes, meneer Thijs is bezig op YouTube. En wel op zijn eigen kanaal van PA5 Thijs. Om allerlei oude filmpjes van radioamateur onderwerpen op het internet te zetten. Op het YouTube kanaal PA5 Tango Yankee Sierra is hij alle analoge beelden digitaal wat neerzetten op het internet. En er staan hele leuke zaken op. Hè. Dus moet je maar kijken op PA5 Tango Yankee Sierra. Goed, dat was het deze keer. Er was weinig nieuwsrading nog. Ja, het is niet anders. Het was de laatste nieuwsrading. Dat betekent dat ik voor de laatste keer de microfoon ga loslaten.
om te beginnen met de voor-e-mail, met de e-mailronde op 2 meter. Dit is Papa India 4, Victor Golf Zulu, die luistert. PA 4 MS, dit is TFK. PA 4 Mike, ja. Zijn er nog meer? Veel plezier op zondag, hè. Spreek je alweer op een ander UG. Van PA 1 ideeën. Ja, ik ben een beetje hout op de boter vandaag, maar goed, dat maakt ook niet uit. Douwe, bedankt ook voor het meedoen in de Gooise Ronde. Bij deze ga ik de ronde besluiten met te zeggen, dit is en was Papa India 4, Victor Golf Zulu. We deden vandaag de laatste ronde van de, met als rondeleider PD1 ALO. Ik kan u vertellen, ik heb hier al die jaren heel veel plezier mee gehad. Ik heb natuurlijk aan alle vaste inmelders te danken dat ik zo'n grote en leuke ronde heb kunnen draaien. Het is niet anders. Ik ga echt genieten van het leven, noem ik het maar. Ik hoop dat er misschien nog een rondeleider komt. Maar in ieder geval alle mededingers die in deze ronde nu ook hebben medegedaan. En al jaren natuurlijk ook als inmelders en ook als commentatoren mee hebben gedaan in de Gooise Ronde. Bedanken, want zonder jullie feedback ken ik het namelijk ook niet. Dit is en was Papa India 4, Victor Golosolo, sluit en uit. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 30 november 2015. Dit is het bulletin van maandag. Deze laatste dag van november ben ik wat laat. Het wordt dus mogelijk geen lange uitzending. Qua data doen we iets anders. Eens even een dagje zonder contest. Ja, ik doe aan het eind van de uitzending echter een blokje met 8 PSK 1000. 8 PSK 1000, wat we al vaker gehad hebben. Met dit keer als centrale frequentie 1500 Hz. Dat gaat het beste met die mode. Dat gaat dus ongetwijfeld bij iedereen goed en supersnel, denk ik. Ik heb kort geleden een niet helemaal juist bericht in de wereld geholpen. Ja, dat overkomt mij ook. Bij de datum van 14 december heb ik op basis van de tekst op hobbyscope.nl onterecht geconcludeerd dat op die datum ook PI2NOS enige tijd uit de lucht zou gaan. Dat is echter niet juist. De installatie op de hoge mast in IJsselstein blijft zelfs gewoon werken. Rob en onder andere PA2RIK en ik vermoed nog verschillende anderen hebben afgelopen zaterdag met bijzonder zware spullen gesjouwd op de toren om dat mogelijk te maken. Door een geplaatste router die dag heeft de installatie boven nu een onafhankelijk netwerk. PI3UTR gaat op 14 december echter wel enige tijd uit de lucht. Dit omdat de centrale computer van die repeater op 220 meter hoog in IJsselstein staat. Verder gaan ook de ontvangers in IJsselstein van bijvoorbeeld PI2NOS en PI610 tijdelijk uit. De rest van het systeem PI2NOS blijft echter ook in die periode voor de kerstdagen heel gewoon werken. De site Veron.nl bericht dat de Nederlandse QSL-kaarten die aan boord waren van vlucht MH17 terecht zijn. Er zijn echter financiële complicaties bij het terugkrijgen van de kaarten bij de rechtmatige eigenaren. Vorig jaar werd het Veron hoofdbestuur gewezen op een YouTube-filmpje waarop Nederlandse QSL-kaarten te zien waren die aan boord waren van rampvlucht MH17, zo schrijft Veron.nl. Door het DQB, het QSL-bureau, werd inderdaad bevestigd dat rond die tijd een zending QSL-kaarten onderweg was naar Yankee Bravo. Meer kon toen helaas niet gemeld worden. Een tijdje geleden werd het hoofdbestuur wederom getipt. De QSL-kaarten, een deel van de geborgen lading van de MH17, zouden op Schiphol zijn. Na wat speurwerk is het hoofdbestuur in contact gekomen met de advocaat van Malaysian Airlines. Die bevestigde dat de QSL-kaarten in zijn beheer waren.
Het hoofdbestuur heeft de mogelijkheid onderzocht om de kaarten terug te krijgen bij de rechtmatige eigenaren, de amateurs die de kaarten hebben verstuurd. De advocaat van Malaysian Airways heeft echter aangegeven dat de 465 kaarten uit veiligheidsoverwegingen eerst specialistisch gereinigd moeten worden. De kosten voor die reiniging bedragen 15.000 Britse pond, exclusief BTW, en dat komt neer op €25.740. De Veron en het DQB zijn niet rechtmatig eigenaren van de QSL-kaarten. Dat zijn nog altijd amateurs die de kaarten verstuurd hebben. Het hoofdbestuur of DQB neemt daarom ook niet de beslissing of de kaarten wel of niet gereinigd moeten worden. Gezien de hoge kosten is het onwaarschijnlijk dat de rechtmatig eigenaren de kaarten terug willen hebben. Desondanks wil het hoofdbestuur via deze weg amateurs de kans geven om hun QSL-kaarten terug te krijgen. Daarvoor moet wel de eerder genoemde bedrag van 15.000 Britse ponden ex-BTW in zijn totaliteit betaald worden aan het reinigingsbedrijf. Indien of meerdere amateurs hiertoe toch bereid zijn, dan kunnen zij zich via het contactformulier melden bij de algemeen secretaris. Hij zal hen in contact brengen met de advocaat van Malaysian Airlines. Het contactformulier kun je in het artikel op veron.nl dus aanklikken. CQPA van november kan momenteel trouwens gratis van de site van de VRZA, vrza.nl, worden gedownload. Brandmeister groeit snel, zo kopt ham-dmr.nl. Deze site staat de laatste tijd trouwens sowieso bol van het nieuws over digitale spraak. Gisteravond waren er voor het eerst 70 repeaters en tientallen dongels actief op het Brandmeister-netwerk, zo schrijft PA3PM. Er draaien inmiddels 11 masterservers. Frankrijk is inmiddels ook aan het testen met Brandmeister, evenals Engeland. Binnenkort hoopt de Nederlandse ontwikkelgroep een nieuw dashboard beschikbaar te maken waarop al deze informatie samenkomt. Te lezen dus op ham-dmr.nl. Ja, zo is het brandmeester, terwijl ik niet eens wist dat er brand was. Een beetje zuur voor de Spaanse amateurs. Vandaag is de laatste dag dat hun tijdelijke toegang tot 5 MHz geldig is. Tijdelijk QRT op 5 MHz, zo schrijft southgatearc.org. Dit in de verwachting dat het besluit op de recente WRC-15 de Spanjaarden uiteindelijk weer op 60 meter helpt. Ten slotte is het gratis ATV-blad CQDATV weer beschikbaar. Deze editie 30 van het Engels internetblad kan worden gedownload van de site cq-datv.mobi/ebooks.php. Dus cq-datv.mobi/ebooks.php. En dan volgt nu de data met 8 PSK 1000 rond 1500 hertz. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 1 december 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag hebben we, als het allemaal lukt, qua tijd in elk geval contestia met dezelfde instellingen als de afgelopen tijd. Dus 8 tonen en 355 hertz.
als er voldoende tijd is, hebben we aan het eind ook een stuk data tegelijkertijd met Contestia in 8 PSK 1000. Net als gisteren, maar in tegenstelling tot gisteren nu met een centrale frequentie van 1750 Hz. Dus 8 PSK 1000, 1750 Hz aan het eind van de uitzending. Het is niet voor niets dat het brandmeestersysteem voor DMR ineens zo razend populair is. Er is al lange frustratie bij veel amateurs over de geslotenheid van het DMR-systeem DMR Plus uit Duitsland. Uit een artikel op ham-dmr.nl blijkt dat de ontwikkelgroep van dat systeem het systeem ook nog steeds verder afschermt. Momenteel worden zelfs niet-Duitse amateurs van kennis uitgesloten. Andere amateurs werpen zich vervolgens op om informatie te delen. Het gaat vaak zo bij initiatieven die door amateurs worden opgezet. In eerste instantie wordt het systeem heel open opgezet en door iedereen omarmd en iedereen profiteert ervan. En vervolgens gaan de ego's ermee aan de haal. Het gaat vaak zo, maar gelukkig niet altijd. De site radio.nl komt nog met een staaltje van waarschijnlijke geldverkwisting. Fake TV bestaat al sinds 2009, zo schrijft radio.nl. Afgelopen week kwam het bedrijf wederom in het nieuws. Fake TV zou iets nieuws zijn. Het moet inbrekers buiten de deur houden. Maar is het echt nodig om fake TV voor 30 tot 40 euro aan te schaffen? Wie geen geld wil betalen voor fake TV kan ook gewoon een tv-toestel aan laten staan. Aangezien het stroomverbruik van een moderne tv tegenwoordig zo laag is dat het niet uitmaakt. Volgens deskundigen is fake TV dan ook totaal overbodig. Het apparaat kost, net als een tv-toestel, ook stroom en het moet ook al worden aangeschaft. Fake TV is een apparaat dat het licht van een tv-toestel na moet bootsen, waardoor het lijkt alsof er iemand thuis is. Het apparaat maakt gebruik van felle leds. Daarmee wordt een kamer verlicht alsof er een echte televisie aan staat wat inbrekers op een afstand moet houden. Op dit moment krijgen bewoners van 500 woningen in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West een neptelevisie in huis om inbrekers af te schrikken. Amsterdam is volgens het stadsdeel de eerste gemeente die een proef met deze methode doet, omdat daar de afgelopen jaren de meeste inbraken plaatsvonden. De inzet van de apparaten maakt deel uit van het zogeheten masterplan woninginbraken, een samenwerking met bewoners, politie en woningcorporaties, aldus radio.nl. Ja, het was een beetje mager met het amateurnieuws, dus ik heb mij een beetje uit andere bronnen geput. Webwereld.nl schrijft bijvoorbeeld vandaag dat Mozilla afwil van de populaire client Thunderbird. De open source mailclient Mozilla Thunderbird lijkt zijn beste tijd gehad te hebben. Na in 2012 de ontwikkeling op een lager pitje te hebben gezet, heeft Mitchell Baker, voorzitter van Mozilla, via een memo naar buiten gebracht Thunderbird te willen loslaten. De mailclient is al langer een blok aan het been van Mozilla, zo schrijft webwereld.nl. Ontwikkelaars die aan Thunderbird werken moeten zich focussen op de wijzigingen die in Firefox worden doorgevoerd en andersom, zo schrijft Baker in een memo. Het is moeilijk voor beide projecten om te focussen op waar zij echt goed in zijn. De focus ligt al wat langer op de webbrowser Firefox. Niet alleen wordt de browser ontwikkeld voor meer platformen dan Thunderbird, ook wordt er meer geld verdiend met de browser door samen te werken met Google en Yahoo. Mozilla heeft al eerder aangegeven de druk op Firefox wat op te voeren, nu Google's Chrome Firefox van de troon heeft gestoten. Thunderbird wordt eigenlijk niet meer actief ontwikkeld door Mozilla zelf. De community onderhoudt het mailprogramma en voert alleen nog maar veiligheidsupdates door. Het is nog niet duidelijk op welke manier de splitsing uiteindelijk plaats moet vinden. Maar dat het gaat gebeuren is volgens webwereld.nl onvermijdelijk. Ja, en dan nog maar een artikel van Webwereld. Het internet der dingen, of in het Engels the internet of things, lijkt zo'n beetje de buzzword of the moment. Je zou denken dat bij zoiets belangrijks als het beveiligen van je huis, het apparaat waarmee je je huis beveiligt, potdicht zou zitten. Helaas heeft het Franse bedrijf met hun internet of things product RSI VideoFiat een paar gigantische steken laten vallen op het gebied van de beveiliging. Deze fouten kwamen aan het licht toen CyberGibbons het beveiligingssysteem onderzocht, zo schrijft Webwereld. Dus. Een groot deel van de beveiligingsprotocollen zit zeer slecht in elkaar, waardoor het kinderspel is om nep-alarmen en nep-videofeeds te sturen, het alarm uit te schakelen, het systeem af te luisteren of zelfs het hele complete systeem met een simpele opdracht af te sluiten. Tot overmaat van ramp werkt de encryptie niet naar behoren. Bijna alle communicatie wordt onversleuteld verstuurd over het netwerk en authentificatieprocessen zijn gekoppeld en gebaseerd op het serienummer van het apparaat. Het lijkt erop dat ze geprobeerd hebben een standaard AES-algoritme toe te passen, maar dit is zo slecht gedaan dat ze net zo goed de boel in plain text hadden kunnen opslaan, concludeert CyberGibbons onderzoeker. Voordat de onderzoekers met deze bevindingen naar buiten kwamen, hebben ze eerst contract gezocht met de fabrikant. Deze gaf echter niet thuis, waarna na 6 weken werd besloten het rapport te publiceren. Vorige week had ik het al over de korte historie sinds 2002 van de 60 meter amateurallocaties. Ik zeg met opzet allocaties. Zoals ik vorige keer vertelde, de amateurs in de VS kregen toegang tot deze band in de vorm van 5 kanalen waar alleen upper segment toegestaan was.
Nederland krijgt binnenkort een 60 meter band, dus ook inderdaad een band zoals andere banden waarin gewerkt mag worden. Er is nog een derde manier waarop deze band wordt toegewezen. Dat is in de vorm van blokkenfrequenties. Het Verenigd Koninkrijk had in eerste instantie net als de VS enkele kanalen voor alleen upper sideband. Sinds 2012 echter is dat uitgebreid met een aantal eilandjes in de ether met verschillende bandbreedtes. In totaal hebben de Engelsen 11 van deze blokjes tussen 5257 en 5405 kHz. Variërend in bandbreedte, de kleinste is 3 kHz en de grootste is 12,5 kHz groot. In deze blokjes zijn meerdere modulatiesoorten toegestaan. Deze bloktoewijzing komt overigens ook op 70 MHz in enkele landen voor. Landen met kanalen op 5 MHz zijn bijvoorbeeld Zweden, Zuid-Afrika, Ierland en Portugal. Landen met een bloktoewijzing zijn momenteel alleen Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Landen met net als wat Nederland op 5 MHz krijgt een band zijn bijvoorbeeld Noorwegen, Slowakije, Hongarije en IJsland. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xtv.me. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 2 december 2015. Dit is het bulletin van woensdag. Het nieuws van de dag is 5 MHz is vanaf 12 uur vanavond een amateurband in Nederland. Jawel. Maar goed, eerst ga ik even naar de dienstmededelingen, dus ik moet de toon weer wat omlaag halen. We hebben vandaag Contestia met de gebruikelijke instellingen zoals de laatste tijd steeds. 8 tonen bij 355 Hz en de rest van de instellingen staat op pa0ete.nl. Daarnaast testen we aan het eind van de uitzending opnieuw met 8 PSK. Anders dan gisteren is dat met 8 PSK 500, met als centrale frequentie 1250 Hz. Bij enkele mensen werkte de brede variant van 8 PSK de afgelopen dagen niet. Mogelijk ligt dit aan faseverwarmingen in de audiokarakteristiek. Vandaag is de bandbreedte dus gehalveerd, waarmee uiteraard ook de overdrachtsnelheid een stuk omlaag gaat. Tegelijk zit 1250 Hz de centrale frequentie in een deel waar vermoedelijk de kans op dit soort vervormingen wat minder groot is. Het is dus 8 PSK 500 aan het eind van de uitzending, 8 PSK 500 met een centrale frequentie van 1250 Hz. Vanaf vanavond 12 uur hebben we er een nieuwe amateurband op de korte golf bij, 5 MHz, oftewel 60 meter. Vanochtend een uur voor de uitzending van de Daily Minutes had ik een venstertje met een RSS feed toegevoegd aan pl.ete.nl, zodat het linkje als het er was direct zou verschijnen. Nou, het venstertje blijkt niet helemaal goed te werken, want ik zie nog steeds de link niet verschijnen, maar net voor de uitzending heb ik nog even gekeken en toen stond hij er ook al niet. Om 11 uur hoorde ik van Peer, PA2PBT, dat de website pi4rcg.nl vermoedelijk de primeur had. Daar stond het toen al op. Wat er vrijkomt dus, is dat F-amateurs vanaf 3 december op secundaire basis mogen werken tussen 5350 en 5450 kHz met een zendvermogen van maximaal 100 watt. 60 meter is qua propagatie een van de interessantere amateurbanden, omdat de band meestal open is en omdat zowel korte als middellange afstandsverbindingen mogelijk zijn. Daarom is de band ook uitermate geschikt voor verkeer bij calamiteiten. De 100 kHz met 100 watt is een stuk meer dan wereldwijd afgesproken is. Een nationale administratie kan echter van zo'n internationale overeenkomst afwijken. Ik zal mij benieuwen vanavond vanaf 12 uur hoeveel Nederlanders er aan de band verschijnen. Nou, dat is nog wel fantastisch nieuws en ik heb me er lange tijd op verheugd. Ik had overigens voor de uitzending van vandaag al iets heel anders voorbereid. Ik weet dat er bij de luisteraars veel liefhebbers van de zeezenders zitten. Vandaag heb ik een kort fragment van een interview dat internetzender Extra Gold afgelopen zomer met Nico Steenbergen deed over zijn tijd aan boord van de Meibo 2. Nico vertelt over een keer dat het bijna misging met het schip. Radio Noordzee Internationaal. Ja, dat was 22 november 1971, dat zijn we die dagen niet vergeten. Het was,
Ik had ochtend, dus ik moest het nieuws doen. En dat was eigenlijk niet zo vreselijk veel aan de hand. Er was gewaarschuwd voor Noordwest 11. Nou, dat stond er dan ook wel. Maar ja, dat was al eens eerder gebeurd. Dus dat was niet echt een reden voor paniek. Het enige was dat je dan wel je stoel met een paar riemen aan de tafel moest vastbinden. Om te voorkomen dat je dan door de hele hut heen geslingerd zou worden. Maar goed, dat was... Ja, dat hoorde... Dat is routine. Dat was in november nog wel routine. Ja. Maar goed, rond een uur of 7:30 zat ik dus keurig achter een schrijfmachine te tikken toen ik een hele ontzettend harde klap hoorde. Je hoorde wel veel harde dreunen, omdat die kiel van dat die boeg van het schip dook dan iedere keer alweer in dat water. En dat gaf altijd weer een klap, maar dit was al een heel harde knal. En daarna lag die boot echt volledig stil. Echt helemaal. En dat duurde ongeveer een seconde of 5 en daarna brak de hel los. Het was echt aan alle kanten. Dus, nou, maar eens naar achteren gelopen, kijken wat aan de hand was. En toen hadden we het al vrij snel door. Want waar Veronica ten zuiden van de Meeuw moest liggen, lag hij aan de noordkant. Dus er was iets merkwaardigs aan de hand. En het was donker. 7:30 november, dus hartstikke donker buiten. En er was wel wat licht op die boot, maar ja, je kon toch niet zo veel dingen zien. Toch maar even naar voren gelopen om te kijken wat er aan de hand was. En je kon niet beneden in het water kijken, maar het anker zat aan een soort van rekker. Aan een soort van verensysteem. En daar kon je altijd en die veren waren helemaal uitgetrokken. Dus je kon zien dat... Ja, er zat geen kracht meer op dat anker, dus dat was gebroken. Ja, nou... Toen is er een heel pandemonium van start gegaan. Wil je dat ook precies weten? Nou, dat is gevoelig wel bekend. Maar je vertelde met name dat het oplossen van het probleem... dat je daar je nogal verbaasd hebt. Ja, dat was later op de ochtend... toen we eenmaal een reddingboot langs zij gehad hadden... waar niemand op durfde te springen. Dat het ding natuurlijk ook geen seconde lang langs zij kon liggen... vanwege het zware weer. Toen kwam op een gegeven moment een sleepboot, de Smitsbank van Smit Tak heette dat bedrijf toen nog. En die kwam langzij en wij hadden zoiets, nou het is geregeld, waar iedereen bang voor was, want hij loopt straks op een zandbank. Want je kon de palen van de pier van Scheveningen al heel erg snel tellen, want het ging echt heel hard. Maar dat gaat dan toch anders in de scheepvaart kennelijk. Die sleepboot kwam langzij, die was ongeveer net zo groot als de Meebo. En die kaptein had zoiets van, nou, dan gaan we een lijntje overzetten. En dan kunt u, liep hij tegen die kaptein van die sleepboot over de radio. Dan kunt u slepen. Nou, zei die kaptein, misschien moeten we eerst even Lloyd's Open Form overzetten. Dat is dus een soort aantekening dat er betaald zou worden als er als de klus geklaard was. No cue, no pay. Ja, zoiets. Ja, zei Jan Hartenveld. Ja, ik weet niet of ik dat mag tekenen. Nou, zei die sleepbootkapitein, dat is geen enkel probleem. Dan belt u uw reder even en dan hoor ik het wel. En hop, daar ging de sleepboot weer. En intussen kwam die kust verder dichterbij. Dus Jan weer bellen met Scheveningen Radio. Die begonnen te zeuren, want eigenlijk mochten we niet bellen. Zo was het ook nog destijds in Nederland. Je mocht wel een mayday call doen via Scheveningen Radio, maar bellen met een gewoon nummer in Nederland, dat mocht niet, want het was een piratenzender. Maar goed, na veel gezeur en gezanik werd er gebeld met, ik meen eerst met Hilversum en later ook met Zurich. En een half uur later kregen we van de sleepbootkapitein te horen dat er een telexje was binnengekomen bij Smit in Rotterdam. En dat gesleept moet worden. Maar dat had niet zo veel gescheeld. Of hij had door deze administratieve... overeenkomsten op het zand gelegen. Zo, ja. Ja, dat mag je niet, hè? Dat was een leerzame ochtend. Thank you.
Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 3 december 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag in de uitzending Contestia zoals gebruikelijk. En op het laatste hebben we zeer smalbandige 8 PSK 125 rond 1000 hertz. Ja, natuurlijk heb ik gisteravond om 12 uur op 5 MHz geluisterd. Bij mij ging dat vanwege een hoog stoorniveau, dus alleen met de web-SDR. Signalen waren niet sterk. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar het lijkt erop dat Mike 0, Mike Papa Mike en Papa Alpha 3 Bravo Whiskey Kilo het eerste QSO, of op zijn minst één van de eerste QSO's hebben gemaakt, precies op de seconde af na 12 uur en dat op 5404 kHz, een frequentie die ook in Engeland is toegestaan. Er liepen daarna diverse QSO's in zowel datamodus, CW als SSB. Vandaag overdag was het een gezellige drukte met meestal meerdere QSO's in het Nederlands. Er bestaat wat verwarring over of er nu LSB of USB gewerkt moet worden. Traditioneel werken amateurs boven 10 MHz met USB en daaronder met LSB. Een reden om vanwege de primaire gebruikers met USB te zitten is er eigenlijk niet. Lange tijd was 80 meter superdruk met beroepsverkeer. En dan was het wel handig als amateurs in LSB zaten. Want was het USB, dan was het een professionele gebruiker of het was een piraat en dan wist je dat maar. Op 5 MHz was in het begin alleen USB toegestaan, vandaar dat in veel landen nog steeds USB gewerkt wordt. Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij zijn er nog meerdere landen met alleen kanalen die nog steeds alleen USB mogen gebruiken. In elk geval, als je met iemand wilt werken uit zo'n land, is het wel makkelijk, maar niet verplicht om zelf ook USB te gebruiken. Ik zat vanaf vandaag trouwens even zonder 5 MHz antenne. Er wordt gewerkt aan de weg hier voor mijn huis en in het kader daarvan worden ook de bomen gesnoeid. Bij eerdere gevallen lieten de bomensnoeiers mijn antennes gewoon zitten. Maar het waren een stelletje ruggers, dat geloof je niet. Niet alleen mijn antennes moesten eraan geloven, maar ze knalden ook een lantaarnpaal ondersteboven. Ja, nou ja, goed. Antennes die zijn in 10 minuten opnieuw te spannen trouwens hoor. En de schade, nou, de antennes die hangen al 2 jaar. En meestal storten ze elke 2,5 jaar in, maar het op een nieuwe antenne kost 60 cent aan draad. Agentschap Telecom noemt de eind vorige week afgesloten WRC 15 op haar website in een artikel een succes voor Nederland. Agentschap Telecom maakt nu de balans op, zo schrijft het agentschap. Tijdens deze conferentie hebben 3750 afgevaardigden van in totaal 169 landen wereldwijde afspraken gemaakt over de bestemming van frequenties voor bijvoorbeeld mobiele telefonie en satellietcommunicatie. Deze afspraken vormen de basis voor nationaal beleid over het frequentiespectrum. Dit geldt voor het bedrijfsleven, de burger, maar ook voor hulpdiensten, luchtvaart en scheepvaart. Ja, bij die burgers horen natuurlijk ook de zendamateurs, hoewel AT deze niet met name noemt in het artikel. Deze internationale afspraken moeten het schaarse beschikbare spectrum zo eerlijk mogelijk verdelen en storingen in het radioverkeer zoveel mogelijk voorkomen. Voor Nederland is de WRC 2015 succesvol verlopen, zo schrijft AT. AT noemt meerdere voorbeelden. Wereldwijd is er het voornemen om de 700 MHz band definitief voor mobiele breedband toepassingen te bestemmen. Daarnaast zijn op Europese schaal de 1427 tot en met de 1452 MHz en de 1492 tot en met de 1518 frequentiebanden hiervoor aangewezen. Ook de 3400 tot 3600 MHz frequentieband, ja daar zit een amateurband, daar ga je van stotteren. Op wereldwijde schaal worden die geharmoniseerd voor soortgelijke toepassingen, dus mobiele breedband toepassingen. Om in de toekomst vliegtuigen te kunnen volgen is tijdens de WRC een allocatie in de frequentieband 1087,7 tot 1092,3 MHz toegekend voor gebruik van Automatic Dependent Surveillance Broadcast, ADS-B. ADS-B signalen die vliegtuigen onderling of naar grondstations uitzenden gaan in de toekomst ook naar satellieten, waardoor te alle tijden duidelijk is waar een vliegtuig zich precies bevindt. Het was agentschap Telecom die dit idee na de langdurige vermissing van het Malaysian Airways vlucht 370 toestel al snel opperde. Op satellietgebied is er ook het nodige aangepast. Zo vervalt in de satellietcoördinatieprocedure de Advanced Publication, de voorpublicatie van de technische karakteristieken van satellietsystemen voor een groot deel, en hoeven de betreffende administraties niet alle coördinatie- en notificatieinformatie meer per fax te sturen naar de ITU. Op frequentiegebied heeft de conferentie besloten om extra spectrum voor de vaste satellietdienst FSS ter beschikking te stellen in 14,5 GHz band.
Nederland stelde tijdens de WRC voor om onderzoek te doen naar een nieuw frequentiespectrum voor kleine satellieten met kortdurende ruimtemissies. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de zogenaamde Pico- en nanosatellieten met soms een omvang van slechts een pak melk. Dit voorstel kreeg veel belangstelling en er is besloten om studies te doen naar de frequentiebehoeften van deze satellieten. Indien nodig wordt mogelijk in 2019 nieuw frequentiespectrum voor deze satellieten aangewezen. Deze ontwikkeling biedt veel perspectieven voor de snel groeiende Europese industrie. Daarnaast ontziet het voorstel, wanneer het zoals het ernaar uitziet besloten wordt om frequenties buiten de amateurbanden te gebruiken, de 2 meter en de 70 centimeter band. Daar zitten nu meer dan eens niet amateur pico- en nanosatellieten met hun frequenties. Op luchtvaartgebied zijn afspraken gemaakt over iets wat nu nog science fiction lijkt. Vliegtuigen uitgerust met raketmotoren die tot boven de 100 kilometer kunnen opstijgen, worden op verschillende plekken in de wereld ontwikkeld. Er bestaan echter nog geen internationale regels en frequenties voor deze zogenaamde suborbital flights. Nederland heeft er mede voor gezorgd dat ook naar dit onderwerp internationaal studie zal worden verricht. Tijdens deze WRC is daarnaast tegemoetgekomen aan de frequentiebehoeften voor de openbare orde en veiligheidsdiensten. In het Engels worden deze Public Protection and Disaster Relief genoemd, afgekort PPDR. Hiermee worden ze dus meer in overeenstemming gebracht met de wensen en de behoeften van deze tijd. Zo is er onder andere voor Nederland een meer uitgebreid afstembereik voor PPDR-apparatuur afgesproken. De tuning range 380 tot 470 MHz is uitgebreid met 694 tot 894 MHz. Het gaat hierbij dan onder meer voor apparatuur die door politie, brandweer, ambulancevervoer en rampen- en terrorismebestrijdingsorganisaties worden ingezet. Daarnaast is de betreffende ITU-R-resolutie meer techniekneutraal geformuleerd en zijn beperkingen als het specifiek benoemen van gedeeltes voor smalbandige en breedbandige communicatie niet meer opgenomen. Hierdoor kunnen landen dit zelf vrij invullen, wat de innovatie ten goede komt. In 2019 hebben alle radiodiensten zoals landmobiel, satelliet, omroep en wetenschappelijke diensten een agendapunt. Tijdens de WRC 23 zal worden gekeken of er in de band 470 tot 694 mobiel geïntroduceerd kan worden naast omroep. Ja, en dan in het Engels, Dutch Radio Hams get 60 meters at last, zo schrijft Southgatearc.org. Veron reports that radio amateurs in the Netherlands gained access to 5350 to 5450 kilohertz at 2300 UT Tuesday, December 2, 2015. The 5350 to 5450 kilohertz band, 60 meters, was incorporated into Netherlands National Frequency Plan, published in the Official Gazette on Monday, November 2, but until now that amateurs have not been permitted to use it. Holders of the Dutch full amateur license are permitted to run up to 100 watts PEP. Veron is recommending that upper sideband is to be used in the new band. Apparently, Veron intends to submit a band planning paper for 5 MHz at the IARU Region 1 interim meeting, which takes place in Vienna on April 16 to 17, 2016. Nu.nl schrijft op gezag van YourDM dat SoundCloud een muziekbestand heeft verwijderd waarop niets te horen was, omdat er mogelijk sprake was van inbreuk op het auteursrecht. De track was geüpload door gebruiker DJ Detweiler en bestaat uit niets meer dan 4 minuten en 33 seconden stilte. Als titel stond er boven John Cage, 4 minuten 33, DJ Detweiler Remix. Een vermeende remix van een bekende compositie die op zichzelf ook geen geluid bevat. SoundCloud heeft het nummer van de website verwijderd en Detweiler op de hoogte gebracht van de mogelijke copyrightschending. YourDM maakt daaruit op dat SoundCloud op basis van titels het systeem doorzoekt op mogelijke inbreuken op auteursrechten, terwijl er niet wordt geluisterd naar de muziek. Doorzoeken van tekst is makkelijker en sneller dan het luisteren naar de tracks. Dat kost tijd en geld en volgens YourDM nam SoundCloud daarom de luie manier. Thank you.
Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 4 december 2015. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag hebben we opnieuw Contestia en op het laatst van de uitzending 8 PSK 250. Let op, 8 PSK 250 rond 1000 Hz. 1000 Hz als centrale frequentie. Het heeft er enige schijn van dat Tentec bijna drie kwart jaar na de overname door RKR Designs LLC alweer van eigenaar is gewisseld. John Henry KI4JPL, die enige tijd als woordvoerder voor het bedrijf gewerkt heeft, maar die na de overname bij het bedrijf moest stoppen, heeft informatie die hierop wijst op internet geplaatst. Tentec bevindt zich al langer in moeilijkheden. RKR heeft kennelijk na de overname de oude voorraad onder de prijs verkocht om de verliezen binnen de perken te houden. Al sinds juni afgelopen zomer echter worden er nog wel bestellingen aangenomen, maar worden populaire, innovatieve, nieuwe modellen als de Rebel en de Patriot niet meer uitgeleverd. Overigens worden bij Tentec de bedragen pas van de creditcardorganisatie geïnd op het moment dat er verzonden wordt. Dat is dan wel weer netjes. Het is een beetje lastig om op dit moment de realiteit van de fictie te onderscheiden. Henry is nogal in zijn nopjes met de nieuwe eigenaar, van wie hij de identiteit zegt niet te mogen onthullen. Maar het kan ook zijn dat hij zo de loftrompet steekt, omdat deze een nieuwe rol voor Henry bij het bedrijf in gedachten heeft. Het is een moeilijke niche-markt, die markt voor amateurproducten. De marges zijn gering, de klanten zijn kritisch en veeleisend en de concurrentie is zwaar. Probeer dan als domestiek bedrijf het hoofd maar eens boven water te houden. In het Verenigd Koninkrijk moeten alle amateurs hun licentie iedere 5 jaar vernieuwen. Ofcom maakte onlangs bekend alle vergunningen in te zullen trekken van mensen die dat nog niet gedaan hebben. Inmiddels zijn er daarvan nu 500 ingetrokken. Ik weet niet het totale aantal amateurs in het Verenigd Koninkrijk, maar het zijn er vast meer dan hier. Want er zijn nu nog 15.000 amateurs die hun vergunning niet vernieuwd hebben en die Ofcom daarom binnenkort ook wil intrekken. Vandaag maar weer eens wat nieuws over etherpiraten, met name ook omdat ik weet dat amateurs in het noorden en het oosten dat weten te waarderen. De Drentse website etherpiraten.com meldt een actie gisteren 3 december bij Breakdeer FM in de buurt van Hengelo Overijssel. Om 11:30 stonden daar twee medewerkers van agentschap Telecom bij de zender om een einde te maken aan de 4e uitzending in 7 dagen. Ditmaal ging het in tegenstelling tot de vorige keer om een onbemande installatie waarbij de antenne in een gsm-mast was geplaatst. Onder de mast was een Dixie-toilet geplaatst met als doel de zender te beschermen tegen het weer en een eventueel vervoer gemakkelijker te maken. Helaas was dit voor AT dus ook bijzonder handig. De gehele opstelling kon zo mee worden genomen. Naast het verlies van de zender is ook de stream-pc en wat extra apparatuur meegegaan. De antenne boven de mast is blijven hangen en is volgens etherpiraten.com inmiddels alweer in gebruik. De gebruikte stroomvoorziening was gestolen stroom uit een reeds aanwezige stroomkast. Het etherpiraten.com team wenst zoals gebruikelijk Breakdeer FM veel succes bij toekomstige uitzendingen en de foto van de actie, het Dixie toilet en de apparatuur kunnen dit keer zonder login of wachtwoord via het linkje op etherpiraten.com worden bekeken. Denk nog even aan de uitzending van PI4AA vanavond, vrijdagavond vanaf 2100 uur op PI2NOS op 7073 kHz plus minus QRM en op 145325. Nieuwe medewerker Otto, PD2ODR, bekend van onder andere de Kampradio tijdens de Jutberg, begint vanavond met zijn rubriek Op bezoek bij. Dit keer gaat Otto kijken bij Rico, PA0, Romeo, Bravo, Tingo. Daarnaast zijn er bij PI4AA uiteraard weer de vaste rubrieken zoals het nieuws, het DX-nieuws en de activiteitenkalender. Vanaf 2100 uur vanavond dus. Denk daarnaast ook even aan de lange uitzending van PA00 Nieuws, nog later vanavond om 10:30 op PI3UTR. Daarin kun je de herhaling van alle Daily Minutes uitzendingen horen van de afgelopen week en verder de Amateur Radio Newsline. En in de Oostzeerutsproeg in het Duits onder andere het nieuws van de nieuwe 5 MHz band in die Nederlanden. Aan het eind van deze uitzending verder nog het fragment dat Leo, PA3ELQ, me kon toesturen. Betreft hetzelfde item van Radio Noordzee, waar Nico Steenbergen eerder deze week over vertelde, alleen vanaf de kant van de luisteraar gehoord. Met dank aan PA3ELQ dus. Is het radiocentrum Nemo 2, het radiocentrum Nemo 2. Radio Noordzee, internationaal. Wij zenden uit in de middengolf, twee korte golf en FF. Naar de volgende zal onze kapitein en bemanning zijn wij voor onze ankers geslagen. Zodat wij dit zelf kunnen controleren is dit waar. De ankerketting staat recht naar beneden. Het denkt volkomen abnormaal is bij deze golven en dit weer. Het schip reageert veel grover dan normaal. We zijn waarschijnlijk van onze ankers geslagen. Onmogelijkheden met de autoriteiten voorkomen hebben we besloten zenders uit te schakelen. Dit is het radiocentrum Nemo 2, het radiocentrum Nemo 2. Wij verzoeken u, ons kantoor in Hilversum,
onderzoek begint te lichten van dit geval. Dat is dan telefoonnummer 2150-479-7705. Ja, en uiteindelijk was de zaak opgelost en werd het schip teruggesleept naar zijn originele positie. We horen Nico Steenbergen, maar dan 30 jaar geleden. En dan goedemiddag als u net ingeschakeld hebt. Om zich af te vragen hebt waar wij de hele dag geweest zijn. Nou, we hebben een klein tochtje gemaakt langs de kust van Nederland. Nadat wij vanochtend om 8 uur van onze anker zijn weggeslagen, zoals het in vaktermen heet. Alles is inmiddels hersteld. Wij zijn op het ogenblik op weg naar onze oude positie. Een en ander wordt dan verzorgd door de sleepboot Smitsbank. Ik heb hem de hele middag gezien, maar ik weet niet eens meer hoe die heet. Zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.PA0ETE.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xtv.me. Amateur Radio Newsline Report number 1988 with a release date of Friday, December 4th, 2015, to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Radio amateurs in Australia wind down their tribute to those who fought at Gallipoli. A new island in New England is activated. Participants in a solar flare emergency drill celebrate their success, and hams in India press for greater involvement in community service. All this and more in Amateur Radio Newsline Report number 1988, coming your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's only independent weekly amateur radio news and bulletin service. Now reporting from Picayune, Mississippi, here is Don Wilbanks, AE5DW. The battle is almost over. Well, the Battle of Gallipoli actually ended almost 100 years ago, but amateur radio's centennial commemoration of the World War I conflict has almost concluded too. The Australian and New Zealand Army Corps, or ANZAC, made up a big part of that effort, and Australian hams have been transmitting their national pride all year. Amateur Radio Newsline's Graham Kemp, VK4BB, reports from down under. The Gallipoli commemoration of the Wireless Institute of Australia is getting ready for its last hurrah, just as in the battle itself 100 years ago. Using the call sign VI4ANZAC, Alpha November Zulu Alpha Charlie, an amateur team will be marking the good work of the 1st Royal Australian Naval Bridging Train. The unit, which was created in 1915 in Melbourne, Australia, employed horse-drawn wagons to carry its equipment to the front. Their wartime efforts were feats of engineering, horsemanship and pontoon bridge building. The tribute paid to this unit will mark the move towards closure in the WIA's ANZAC program, which has focused on the Battle of Gallipoli. The final commemoration will involve participation of call signs VI3 ANZAC, VI4 ANZAC, VI6 ANZAC and VI8 ANZAC. On December 20, an address on the ANZAC 100 campaign will be heard from VK100 ANZAC, and the year will wrap up, and just like the battle itself, become a part of history. I'm Graham, VK4 Baker Baker. You're tuned to the Amateur Radio Newsline. Hopefully, three members of the Newport County Radio Club might actually be thawed out by now after their recent adventure on an island in Buzzards Bay, Massachusetts. Paul Zilverzweig, N1PSX, Paul Mankowski, KC1AQP, and Rich Russell, KC1ARO, packed their gloves, winter jackets, and some toe warmers, and with their radio equipment, headed to Gooseberry Island November 30th to activate it in the U.S. Islands Award Program.
Calling CQ on 20 meters with the club's call sign, W1SYE, they accomplished exactly what they'd set out to do, just as the club had done in September on Turnip Island in Connecticut. And so, Island MA056S became a reality. Russell told Amateur Radio Newsline, however, that this time the November temperatures were a bit more challenging than on Turnip Island. Russell said, quote, "It was somewhere between 36 and 48 degrees, and there was a pretty stiff wind, about 15 knots. We dressed warmly, but it was still pretty chilly," end quote. Running 80 watts into an N-fed dipole, it must have warmed them, though, to make those all-important 32 contacts, ranging from snowbound Wyoming to such DXCC spots as Italy, Canada, Serbia, Belgium, and a notably balmier Puerto Rico. In fact, if anything needed warming more than they did, it was the team's lithium ion phosphate battery. As Russell noted, quote, "They don't like freezing temps." That's when the men decided to activate just one more thing, the toe warmers they had brought along to put in their shoes and gloves. But they found it also fit nicely with the battery. Said Russell, quote, "That worked pretty well, and it didn't even overheat the battery. Just took the edge off," end of quote. The results are in, and the Schofield Radio Club in Aiken, South Carolina, has once again proudly announced its top 10 ranking to the world. The youngsters at the Schofield Middle School placed 5th among middle schools and 10th overall among all 62 schools in the nation, competing in the annual ARRL School Club Roundup in October. The club is a repeat winner, in fact, having ranked 10th overall in last year's contest and 3rd for middle schools. The roundup involves students working contacts for 3 to 4 hours after school for 1 week. The Schofield students reached 40 states, 22 countries, and 30 schools for a total of 520 QSOs. Now the club's concentrating on contacting more students in their own school and hopes that they'll see more members stopping by after class on Thursdays from 3:30 to 4:30 p.m. Wednesday, December 3rd, was a promising night for Rebecca Hughes, M6BUB, the Youth Committee Promotional Manager of the Radio Society of Great Britain. The 16-year-old launched the first gathering of a new youth net, reaching out on the North Wales 2-meter repeater, GB3MP. She told Amateur Radio Newsline in an email, quote, "The net is hopefully going to be a way for young licensees to interact with other young people. I had this idea because when I first got my license in November 2011, I didn't know of any youth licensees apart from my brother." She said that her work with the Radio Society has brought her into contact with more young amateurs, and it inspired the idea of the net. She said, quote, "My goals and hopes for the net are to help more young hams who may not know any young licensees to gain friends and contacts that they can talk to even when the net is not on the air," end quote. Speaking of contests, ARRL says, oops, sorry about that. Participants in last year's 10-meter contest to receive certificates may have discovered quickly that they were intended for someone else. The problem, it seems, was a formatting error in a data file that caused confusion over the mailing addresses. ARRL's interim contest manager, Dan Henderson, NYND, said, quote, "We've heard from several certificate recipients recently that they were receiving certificates for other award winners. After checking, we determined that some address data retrieved from the submitted Cabrillo logs in the data file were misidentified, which resulted in many certificates being sent to the wrong recipients." He quickly clarified that the error is limited only to addresses, not anyone's scores or standings. "So be patient," advises Henderson. "The plan is for new certificates, the correct ones, to be in the mail no later than December 11th. Yours may be on the way very soon." It takes more than 24 hours to learn enough to qualify for an amateur radio license, but the Holland Amateur Radio Club in Michigan thinks it's a good beginning. That's why the group is offering a class called Ham License in a Day on December 12th at the American Red Cross of Ottawa County. And it's actually a 5-hour session. The coursework will be presented from 1 to 6 p.m. and the licensing test will be given afterwards. The fee for the half-day program is $35. For more information or to register, contact Tom Boscher at k8tb@boscher.org or phone 616-648-0058. And you spell Boscher, B-O-S-S-C-H-E-R. An emergency drill in the form of a huge coronal mass ejection sent radio amateurs scrambling early last month, and though their response was real enough, the chaos was limited, with good results. Amateur Radio Newsline's Bobby Best, WX4ALA. Imagine an outage of all conventional communications throughout the U.S. Imagine two massive solar flares known as coronal mass ejections as the source of the stirred-up ionosphere behind the blackout. This was the reality for members of the Military Auxiliary Radio System and the Amateur Radio Emergency Service for 2 days beginning November 8th.
It was only an exercise, but for 2 days, it was still a challenge. And ultimately, said the organizers, it was a success. Mars operators were given the directive to make direct contact with as many radio amateurs in the nation's 3,142 counties as possible, using mainly HF NVIS bands along with VHF and UHF repeaters. Other methods, such as store and forward messaging systems and internet link systems, were necessarily off limits. Paul English, WD8DBY, the U.S. Army's Mars manager, praised the work of radio operators at the conclusion of the exercise. He told the ARRL that Mars members got messages through to 816 counties around the country, or 26% of the nation's total. He said advanced publicity helped boost performance during the two-day drill, and inquiries about participation had poured in from 41 states and more than 50 Aries groups who wanted to be part of the test. Best of all, he said the mission was accomplished. He said, quote, "The purpose of these exercises is to reach beyond interoperability and focus on our ability to exchange usable and relevant information from the local level to the national level following a crisis event. Only through the cooperation among Mars and the larger amateur radio community can we hope to achieve that synergy," end quote. For Amateur Radio Newsline, I'm Bobby Best, WX4ALA in Jasper, Alabama. Time now for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the Lakes Area Amateur Radio Club repeater, W5JAS in Jasper, Texas, Monday nights at 7:30. What happens when hams who expect to be called a public service aren't? That's the situation right now in the Indian state of Andhra Pradesh. Amateur Radio Newsline's Jeremy Boot, G4NJH, has more. Radio amateurs are accustomed to action and not sitting idly by, but in Andhra Pradesh in India, a group of otherwise enthusiastic radio amateurs claim they're only called to public service lately as to be to play a waiting game. Amateurs who formerly coordinated the Ham Radio Training Centre in Krishna District have been urging state officials to engage their services next year during the Hindu festival known as the Krishna Pushkarams. The Hams say the need is specially pronounced in the wake of stampedes that occurred last July during the Godavari Pushkarams. That riverside festival, well attended by devoted pilgrims, was held between the 14th and the 25th of July. 27 were killed and more than 30 critically injured at the gathering. In the 1st of December issue of the Indian Express newspaper, the government has said that whilst it regretted the stampedes that occurred, the number of those in attendance had greatly exceeded the number expected. That's all the more reason, say the Indian amateurs, for their services to be sought at the next festival. The Krishna Pushkaram is to be held between the 12th and the 23rd of August in Vijayawada, says Arza Ramesh Babu, coordinator of the now defunct Ham Radio Training Centre in Krishna District. "At least in the ensuing Krishna Pushkarams, we want the government to use ham radio operators as a parallel communications network." The amateurs have left that training centre established by the local urban development authority and a meeting in the regional science centre at Bhavanipuram. Speaking to the newspaper The Hindu, Ramesh Babu adds, "A growing number of people, especially engineering students, are showing interest in this mode of communication. The government should develop the sector." He said there are nearly 500 ham radio operators in and around Vijayawada who are ready to serve at times of disaster or large gatherings, but now they simply wait. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH in Nottingham, in the UK. One of the fathers of modern radio science, the late Jagadish Chandra Bose, has received a number of tributes posthumously. An Indian botanic garden just outside Kolkata was named in his honor in 2009, and in 2012, the IEEE recognized him for his pioneering work in the discovery and development of radio. Ham radio hasn't forgotten him either. The scientist, who died in 1937, also has a special amateur radio event marking the anniversary of his birth in what is now Bangladesh, November 30th, 1858. The special event call sign AU2JCB launched on Bo's birthday and will once again pay homage to him through December 13th. The operator is Dada Dagonkar, VU2DSI, whose mission each year at this time has been to spread the word about Bo's lifetime of contributions to the radio art.
He'll be operating throughout the HF bands and has even devoted a portion of his page on QRZ.com to information about Bose, everything from his work in microwave optics technology to his critical contributions to the work of Guglielmo Marconi. Though many consider him the unsung hero of radio, at least for the next week or so, the airwaves will be singing his praises. The Intrepid DX Group is looking for nominees to receive its Intrepid Spirit Award, an annual prize that honors the memory of Silent Key James McLaughlin, WA2EWE/T6AF. Honorees are recognized for their commitment to amateur radio in a manner that is, according to the group's recent announcement, courageous, dedicated, innovative, and fearless, among other things. The award will be presented in April at the International DX Convention in Visalia, California. Nominations are due by December 15th and may be sent via email to intrepiddxgroup@gmail.com. The ARRL is seeking candidates for the Hiram Percy Maxim Award, which honors a radio amateur and ARRL member younger than 21. Nominations for this award are due by March 31st, but should first be sent to your ARRL section manager for forwarding. This year's winner was Colorado's Anna Veal, W0ANT, who was also the recipient of Amateur Radio Newsline's first Bill Pasternak Young Ham of the Year Award. The ARRL is also seeking nominees among hams who are educators and innovators. The awards include the Herb S. Breyer Instructor of the Year Award, the Microwave Development Award, the Technical Service Award, the Technical Innovation Award, and the Knight Distinguished Service Award. For details about all of these, visit the website ARRL.org. Checking DX, Martin W8AKS will be active as 8P9EZ from December 5th through the 12th in Barbados, operating 40 through 10. He'll upload logs to Logbook of the World. Haru JA1XGI will be operating through December 10th in the South Cook Islands as E51XGI. He'll work all the HF bands, CW, SSB, and digital. Send QSL cards to his home call sign. Antoine 3D2AG will be using the call sign 3D2AG/P while he operates in Rotuma from mid-December until mid-January. He'll be using solar power and a spider beam wire antenna and will work all bands from 80 through 6. And look for Freddy, F4HEC, as he travels through the Pacific region this month. He'll operate as KH2/F4HEC from Guam through December 9th, and then travel to Saipan, where he'll work the bands from December 10th to the 13th as KH0/F4HEC. And finally this week, working phone during a special event is almost second nature to most veteran hams, but when phone is actually a conventional landline and the radio transmitter belongs to a commercial FM station doing a fundraiser for the Salvation Army, working phone is more of a transmission with a mission. As it did last year, the Marion County, Indiana Ares Group is jumping in on Friday, December 4th and Saturday, December 5th to do its part during FM station WIBC's Radiothon to raise money for the Bed and Bread program of the Salvation Army's Indiana Division. Hams will be ringing bells at the trademark Red Kettles, answering the telephone when listeners call in with pledges, and even loading trucks with donated goods. Matthew Beckdahl, W9SOX, the emergency coordinator for Marion County Ares, told Amateur Radio Newsline that the partnership is a good one for this group of community-minded amateurs. Beckdahl said in a recent telephone chat, quote, "We're both committed to each other and our end goals. They have their mission, and our mission is to help them with theirs," end quote. It's all part of being good citizens, he added. Ares members, of course, are more accustomed to being mobilized during moments that follow public disasters, but by volunteering to ring a bell or answer one, Marion County Ares members may actually be doing more to prevent some private calamities. With thanks to Allen Labs, the Aiken South Carolina Standard, the ARRL, CQ Magazine, Hap Holly and the Rain Report, the Hindu Newspaper, the Indian Express, Marion County Ares, Michigan Live, Newport County Radio Club, the Ohio Penn DX Newsletter, QRZ Now, the Radio Society of Great Britain, Southgate Amateur Radio News, Twit TV, the Wireless Institute of Australia, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Our email address is newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website. You'll find that at www.arnewsline.org. You can also write to us or support us at Amateur Radio Newsline, 28197 Robin Avenue, Santa Clarita, California, 91350. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Don Wilbanks, AE5DW in Picayune, Mississippi, saying 7-3, and as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2015. All rights are reserved.
Schönen guten Abend, liebe YLs, XYLs, SWLs und OM. Hier ist Delta Foxtrot 0 Lima Oscar, die Clubstation der Redaktion Ostseerundspruch. Am Mikrofon ist DL9LBG. Ihr hört den Ostseerundspruch mit der laufenden Nummer 85 für die 49. Kalenderwoche 2015. Ausgestrahlt wird der Rundspruch auf dem Bungsberg-Relais Delta Bravo 0 Papa Charlie auf 439,100 MHz. Im Ostseerundspruch hört ihr Meldungen, Tipps und Hinweise aus den DAR-10-Norddistrikten für die Ostseeregion Ostholstein, Lübecker Bucht und Nordwest-Mecklenburg. Die Redaktion hat Michael, DL9LBG, in Lütjenburg an der Ostsee und da ist hier für euch auch am Mikrofon der Rundspruchstation Delta Foxtrot 0 Lima Oscar. Diese Sendung wird am kommenden Mittwochabend im Programm von SAT Zentrale Das Radio direkt im Anschluss von Radio DRC noch einmal gesendet. Ein herzliches Willkommen geht auch heute wieder an unsere Hörer in den Niederlanden. Dort wird der Ostsee-Rundspruch und auch der Deutschland-Rundspruch des DRC wie an jedem Freitagabend auf dem Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo landesweit auf 145,575 MHz übertragen. PI3 UTR ist das höchstgelegene Relais in den Niederlanden und befindet sich auf dem Gerbrandi-Turm in der Nähe von Utrecht. Ein besonderer Gruß geht auch heute Abend wieder an unsere Hörer in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik und in Kanada, die uns auf PI3 UTR via Echolink zugeschaltet sind. Wir beginnen wie immer mit dem Kalendarium. Heute ist der 338. Tag des Jahres, noch 27 Tage bis Jahresende. Namenstag haben heute Barbara, Christian und Johannes. Sonnenaufgang über der Lübecker Bucht war heute Morgen um 8.18 Uhr der mitteleuropäischen Sommerzeit. Sonnenuntergang war heute Nachmittag um 15.56 Uhr MEZ. Somit war der heutige Tag 7 Stunden und 38 Minuten lang. Die Themenübersicht im Ostsee-Rundspruch, das 60-Meter-Band in den Niederlanden, ist jetzt für Amateurfunk freigegeben. Neues UV-Lokal beim Ortsverband Lübeck, Echo 03. Dann habe ich noch einmal Weihnachtsfeiern in unserem Sendegebiet für euch zusammengestellt. DAB Plus jetzt auch im Großraum Lübeck. Danksagung zum Internationalen Tag des Ehrenamtes. Dann habe ich wieder regionale VHF-UHF-Konteste im Ostseeraum für euch im Programm. Dann gibt's die Vorhersage der UKW-Bedingungen im Ostseeraum und daran anschließend wie immer den aktuellen Deutschland-Rundspruch von den Kollegen der Redaktion CQDL. Zum ersten Thema im Ostsee-Rundspruch. Das 60-Meter-Band in den Niederlanden für Amateurfunk freigegeben. Wir hatten ja seit langer Zeit angekündigt, dass in Papa Alpha die Freigabe eines 100 kHz breiten Bereiches des 60-Meter-Bandes von 5.350 bis 5.450 kHz unmittelbar bevorsteht. Am vergangenen Mittwoch war es dann soweit. Ab 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit konnte das Band von niederländischen Funkamateuren genutzt werden. Wir haben das Band hier in der Redaktion in der besagten Nacht beobachtet und es fanden in der Tat eine Reihe von SSB-QSOs statt. Vorzugsweise niederländische und britische Stationen waren hier laut zu hören. Auffälligerweise durchweg im oberen Seitenband, also USB, obwohl seitens der IARU ja empfohlen wird, auf den Bändern unterhalb von 10 MHz im unteren Seitenband LSB zu arbeiten. In Papa Alpha dürfen Amateurfunkstationen der Lizenzklasse A auf 60 Meter mit 100 Watt Leistung auf sekundärer Basis auf Sendung gehen. Diese nationale Regelung in den Niederlanden zeigt einmal mehr, dass die auf der World Radio Conference 2015 in Genf getroffene Regelung, ein 15 kHz breites Fenster und 10 Watt EIRP, zwar weltweit bindend ist, aber die Frequenzregulierungsbehörden jedes Landes darauf aufbauend durchaus abweichend verfahren können. Neues OV-Lokal beim Ortsverband Lübeck, Echo 03. Wie der Ortsverbandsvorsitzende des OV Lübeck, Echo 03, Sven, DL8HCO, mitteilt, werden ab Februar 2016 die OV-Abende des Ortsverbandes Lübeck im Clubheim des SC Dornbreite stattfinden. Das Clubheim befindet sich am Steinrader Damm Nummer 41 in Lübeck. Dort stehen dann auch wieder ausreichend Parkplätze zur Verfügung und die Bushaltestelle Bauernweg der Linien 2 und 12 befinden sich in ca. 150 Meter Entfernung. Weihnachtsfeiern in unserem Sendegebiet. In diesen Tagen beginnt ja überall die Zeit der Weihnachtsfeiern. So lädt der Ortsverband Eutin, Mike 02, zu einem Grünkohlessen
morgen am Sonnabend, den 5. Dezember um 18 Uhr ein, bei dem auch Gäste herzlich willkommen sind. Die Feier findet statt in der Gaststätte Neukirchener Hof in der Hauptstraße Nummer 10 in Neukirchen bei Bad Malente. Wie der OVV Wolf Gerd, der L1FAC, mitteilt, kann anstelle des Grünkohls auch ein Gericht von der Karte bestellt werden, wenn jemand von euch keinen Grünkohl mag. Nach dem Essen startet dann ein Preisknobeln, bei dem als Gewinne kleine Geschenke ausgespielt werden. Wer kommt, möge also ein kleines, nicht verpacktes Geschenk mitbringen. Der Ortsverband Kiel, Mike 06, begeht am kommenden Dienstag, den 8. Dezember ab 19 Uhr, sein traditionelles Weihnachtsfest. Hierzu trifft man sich im Café des Bürgerhauses Mettenhof in der Wasastraße Nummer 43a in Kiel-Mettenhof. Gäste und OV-Mitglieder, die daran teilnehmen möchten, schicken bitte eine Voranmeldung per E-Mail an den OVV Bernd, Delta Foxtrot 3 Lima Echo. Die Adresse lautet df3le@darc.de. Wer mag, kann zu dieser Weihnachtsfeier gerne einen Kuchen oder Stollen mitbringen. Der Ortsverband Lütjenburg, Mike 07, startet seine Weihnachtsfeier am kommenden Freitag, den 11. Dezember ab 18 Uhr im Hotelrestaurant Lütjenburg, Markt 20 in Lütjenburg, direkt am Marktplatz. Auch hier sind Gäste herzlich willkommen. Anmeldungen aus benachbarten Ortsverbänden liegen bereits vor. Es wird also eine nette Runde werden. Wer an dieser Feier teilnehmen möchte, möge bitte ein kurzes E-Mail an den OVV Robert, Delta Lima 8, Victor Uniform schicken, damit die Restauration genügend Plätze eindecken kann. Traditionell wird es dort wieder einige humorige Einlagen seitens des stellvertretenden OVV geben. Lasst euch überraschen. Den turnusmäßigen OV-Abend des OV Mike 07 Lütjenburg wird es im Dezember nicht geben. Der DRC-Ortsverband Kiel-Ost, Mike 25, lädt auch zur Weihnachtsfeier ein. Diese findet ebenfalls am Freitag, den 11. Dezember ab 18 Uhr statt, und zwar im Küchengebäude der Adolf-Reichwein-Schule an der Tiefenallee in Kiel-Dietrichsdorf nahe der Schwentine-Mündung. Dort wird es Spanferkel mit reichlich Beilagen geben. In dem Einheitspreis sind Getränke enthalten. Anmelden kann man sich beim OVV Matthias, Delta Lima 4, Lima Bravo Yankee. DAB Plus jetzt auch im Großraum Lübeck. Kürzlich ist ein weiterer Senderstandort für DAB Plus in Betrieb gegangen. In Stockelsdorf bei Lübeck sendet jetzt das bundesweite Digitalradiopaket mit 2 Kilowatt Sendeleistung im VHF-Band 3 im Kanal 5C. Dieser Sender schließt eine große Lücke in der Digitalradioversorgung im Ostseeraum. Die mobile Empfangbarkeit des DAB Plus Senders Stockelsdorf reicht von Bad Segeberg im Westen über Oldenburg in Holstein im Norden bis nach Wismar. Somit sind in unserem Sendegebiet jetzt 3 Sender des bundesweiten Digitalradiopaketes aktiv, nämlich in Kiel, Stockelsdorf bei Lübeck und Rostock. Somit ist nahezu die gesamte deutsche Ostseeküste abgedeckt. Im sogenannten Bundesmux senden neben den 4 Programmen des Deutschlandradios eine Reihe von weiteren privaten Radioprogrammen verschiedener Sparten, wie zum Beispiel Klassikradio, der Rocksender Radio Bob, die Popwelle Energy und der Evangeliumsrundfunk. Danksagung zum Internationalen Tag des Ehrenamtes. Morgen am 5. Dezember ist der Internationale Tag des Ehrenamtes, der von der UN seit 1986 begangen wird. Das nimmt der VUS-Referent des DRC-Distriktes Schleswig-Holstein, Dieter DC5BT, zum Anlass, sich im Namen des DRC-Distriktes Mike bei allen Relais- und Barkenbetreibern für die Arbeit zu bedanken, die sie zum Wohle der Amateurfunkgemeinschaft leisten. Damit schließt er ausdrücklich auch alle Akteure mit ein, die sich um die automatisch arbeitenden Amateurfunkstellen kümmern. Wenn diese Infrastruktur nicht existieren würde, wären die UKW-Bänder fast leer und kommerzielle Funkdienste lauern bereits auf die wertvollen Frequenzen. Ohne funktionierende Repeater wären auch Hilfsaktionen bei Not- und Katastrophenfällen ungleich schwieriger, die wir auch gemäß dem Amateurfunkgesetz leisten wollen. Regionale VHF-UHF-Konteste im Ostseeraum. Im IARU Region 1 VHF-Contestkalender finden wir für die kommende Woche folgende Wettbewerbe für unsere Region. Am kommenden Dienstag trifft man sich wieder zum Nordic Activity Contest, wie immer am zweiten Dienstag im Monat auf 70 Zentimeter. Dabei sind auch wieder Polen, die Niederlande, Großbritannien und Litauen mit eigenen Aktivitätsabenden.
Am Mittwochabend läuft in Tschechien von 18 bis 20 Uhr UTC der Moon Contest, ebenfalls auf 70 Zentimeter. Und am Donnerstagabend gibt es noch einen Termin im Nordic Activity Contest, und zwar auf 6 Meter. Wieder einmal der Hinweis, dass wir in DL zwar keinen aktiven Contestbetrieb auf 50 MHz machen dürfen, aber aus dem Ausland rufende Stationen darf man problemlos antworten und Pünktchen verteilen. Vorhersage der UKW-Bedingungen im Ostseeraum, die Wetterlage. Wir befinden uns am Südrand eines Tiefs über Südnorwegen und ein Island-Sturmtief sorgt in den nächsten Tagen zumindest direkt an der Küste für stürmischen Wind mit einzelnen Sturmböen aus Südwest. Gleichzeitig nähert sich ein Hoch von der Biskaya her und dieses beschert uns morgen mit einer Warmfront von den britischen Inseln für troposphärische Überreichweiten auf den VHF-Bändern etwa entlang der Elbe Richtung Südwesten. Morgen bleibt es überwiegend bewölkt, es bleibt aber meist trocken bei Tagestemperaturen um 10 Grad. Der Wind weht frisch bis stark aus Südwest, auch zu Beginn der neuen Woche bleibt es unbeständig und sehr mild. Damit, ihr Lieben, sind wir am Ende des Ostseerundspruchs dieser Woche angelangt. Technik, Produktion und Redaktion hatte Michael, DL9LBG. Nachlesen kann man das Manuskript im Internet unter www.ostseerundspruch.de. Die Sendung kann man dort auch als Podcast nachhören. Habt ihr Nachrichten aus euren Ortsverbänden entlang der Ostseeküste zwischen Kiel und Rostock und umzu? Möchtet ihr zum Beispiel zu eurer Weihnachtsfeier einladen? Fein, dann schickt doch eure Einladungen und eure Mitteilung gerne der Redaktion Ostseerundspruch an die E-Mail-Adresse dl9lbg, Delta Lima 9 Lima Bravo Golf, @drrc.de. Telefaxe könnt ihr schicken an die Nummer 04381 902 4735 und eine Sprachmailbox ist auch geschaltet, auf der ihr eure Beiträge in Phonie hinterlassen könnt unter der Telefonnummer 04381, Vorwahl von Lütjenburg und dann der Anschluss 410 9000. Wenn ihr eine QSL-Karte von Delta Foxtrot 0 Lima Oscar haben möchtet, gerne im Bestätigungsverkehr Bescheid sagen, dann schicke ich euch eine Karte via Büro zu. Stammhörer wissen es, DF0LO hat den Sonder-DOK Ostsee. Ich wünsche euch ein schönes zweites Adventswochenende, allen Kranken unter uns eine baldige Genesung und allen Geburtstagskindern dieser Woche einen herzlichen Glückwunsch. Ich verabschiede mich mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus aus dem Ortsverband Lütjenburg, Mike 07, mit besten 55, 73, 76, der Herr behüte euch und an alle XYLs und YLs. 88. Nach einer kurzen Umschaltpause folgt hier auf dem Relais der Bestätigungsverkehr. Hallo liebe SWLs, YLs und OM, Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 48 des Deutschen Amateurradioclubs für die 49. Kalenderwoche 2015. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Infopaper zu baurechtlichen Aspekten einer Amateurfunkstation wurde überarbeitet. Bochumer Fledermausschützer bitten Funkamateure um Unterstützung. Die Firma Luft sponsort Wetterstation für OV. Nachrichtenplattform berichtet über Morse-Telegrafie und Amateurfunk. Dann gab's ein Video-Interview mit dem DRRC-Vorstand und dem Amateurratssprecher. Stefan Pinschke, Delta Lima 5 Delta Golf, ist neuer DRRC-Referent für Notfunk. Dann gibt's aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter? Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Infopaper zu baurechtlichen Aspekten einer Amateurfunkstation wurde überarbeitet. Das Infopaper des DRRC mit dem Titel Baurechtliche Aspekte bei der Errichtung einer Amateurfunkstation wurde von Kurt Müller, Delta Kilo 3 Delta Yankee und dem Rechtsanwalt H.G. Schmolke auf den neuesten Stand gebracht und ist in Neufassung auf der DRRC-Webseite an gewohnter Stelle herunterzuladen. Die wesentlichen Punkte der Überarbeitung sind die Aktualisierung auf das neue Emissionsschutzrecht und sich daraus ergebende Konsequenzen, die Möglichkeit der Abweichung vom Bebauungsplan bei nicht beabsichtigter Härte, die Bedeutung der Antennenanlage als untergeordnete Nebenanlage der Wohnung, die optisch negativen Aspekte einer Antennenanlage bzw. deren rechtliche Einordnung und das Vorgehen im Zusammenhang mit Abstandsflächen auch auf öffentlichem Grund.
Bochumer Fledermausschützer bitten Funkamateure um Unterstützung. Bochumer Fledermausschützer bitten Funkamateure um Hilfe bei der Ortung einiger mit Sendern bestückter Tiere. Am 20. November wurden drei Fledermäuse der Art Großer Abendsegler mit 1,2 Gramm schweren Sendern beklebt. Mit der Besenderung sucht der Arbeitskreis Umweltschutz Bochum e.V. nach den Winterquartieren der Abendsegler, welche als Fernwanderer mehrere 100 Kilometer zurücklegen können. Die Winterquartiere befinden sich in Baumhöhlen. Diese Bäume gilt es zu erhalten. In den vergangenen Jahren wurden mit dieser Methode 5 Quartierbäume im näheren Umkreis im Ruhrtal gefunden. 2 davon wurden mehrfach genutzt. Bisher wurden nur knapp die Hälfte der besenderten Tiere wiedergefunden. Die Sender sind gepulst auf 150,100 MHz mit 36,6 Pulsen pro Minute, auf 150,101 MHz mit 39,6 Pulsen pro Minute bzw. mit 40,2 Pulsen pro Minute. Die Sender senden maximal bis Mitte Januar 2016. Die Funkamateure werden darum gebeten, nach den Frequenzen zu horchen und die Fledermausschützer bei entsprechender Pulsrate per E-Mail zu informieren. Die Firma Luft sponsort Wetterstation für OVO. Der Ortsverband Ravensburg, Papa 09, betreibt seit Mai 2015 eine eigene Relaisstation. Das Digital Mobile Radio, kurz DMR Relais, in 88276 Berg in der Nähe von Ravensburg-Weingarten bietet aufgrund seines Standortes auch gute Bedingungen für eine Wetterstation. Da der OV nicht die finanziellen Möglichkeiten hatte, diese Installation zu realisieren, wandte man sich an die Firma Luft Mess- und Regeltechnik GmbH. Die Firma in Fellbach entwickelt und produziert seit 130 Jahren Komponenten und Systeme für die Klima- und Umweltmesstechnik. Der von Luft gesponserte WS601-UMB Kompaktwettersensor liefert Informationen zu Temperatur, relative Luftfeuchte, Luftdruck, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Niederschlag. Die neue Technologie ist somit in der Lage, viele klimatische Faktoren mit nur einem Gerät abzubilden. Den vollständigen Artikel und Fotos von der Wetterstation finden Sie im Internet. Hierüber informierte uns Delta Oscar 3 Hotel Juliet Whiskey. Nachrichtenplattform berichtet über Morse-Telegrafie und Amateurfunk. Das Nachrichtenportal golem.de hat einen interessanten Beitrag online gestellt, der nicht nur das Thema Morse-Telegrafie aufgreift, sondern auch den Amateurfunk im Allgemeinen sowie den DRC e.V. vorstellt. Bereits der Titel SOS in Morsezeichen abgebildet, weist darauf hin, wo der thematische Schwerpunkt des Artikels liegt. Die Autorin schildert anschaulich, wie das Morsen auch in Zeiten von Mobiltelefon und Internet im Katastrophenfall von Nutzen sein kann, wenn die modernen Kommunikationsmittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber auch über andere funktechnische Themen wie Deexpeditionen, Konteste, Amateurfunkgenehmigung, QSOs und die Nachwuchsproblematik in Vereinen wird berichtet. Video-Interview mit Vorstand und Amateurratsprecher. Anlässlich der Herbstmitgliederversammlung des DRC Mitte November hat das Filmteam der Sendereihe Faszination Amateurfunk ein Interview mit dem DRC-Vorstand und Amateurratsprecher geführt. In der Runde spricht Moderator Wolfhard Eidenmüller, Delta Oscar 5 Whisky Echo, mit dem Amateurratsprecher Heinz Mölleken, DL3AH, den Vorstandsmitgliedern Martin Köhler, DL1DCT, Thomas von Grote, DB6OE und Christian Enz-Fellner, Delta Lima 3 Mike Bravo Golf, sowie dem Vorsitzenden Steffen Schöppe, DL7ATE. Inhaltlich wird über die Ergebnisse der Mitgliederversammlung, aber auch über den Amateurfunk und DRC e.V. im Allgemeinen diskutiert. Der rund 18-minütige Beitrag ist auf der Video-Internet-Plattform YouTube abrufbar. Stefan Pinschke, Delta Lima 5 Delta Golf, neuer DRC-Referent für Notfunk. Der DRC-Vorstand hat nach seiner Wiederwahl auf der kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung Stefan Pinschke, Delta Lima 5 Delta Golf, als neue Notfunkreferenten ernannt. Er übernimmt das Amt von Mike Becker, Delta Juliet 9 Oscar Zulu. Dieser leitete das Referat 5 Jahre lang, anfangs kommissarisch, später als Referent. Während dieser Zeit legte OM Mike Wert darauf, das gerade entstandene Notfunkreferat und die begonnenen Notfunkaktivitäten im DRC
zu erhalten und weiter auszubauen. Der DRRC-Vorstand dankt OM Mike für seine geleistete Arbeit. Mike, DJ9OZ, stand auf eigenen Wunsch nicht mehr länger für das Amt zur Verfügung und rief bereits frühzeitig in seiner CQDL-Rubrik Notfunk dazu auf, einen Nachfolger für ihn zu finden. Die Notfunkseite im Amateurfunkmagazin CQDL wird künftig von Stefan Scharfenstein, Delta Juliet 5 Kilo X-Ray, redaktionell betreut. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, 4. bis 6. Dezember, da läuft auf 160 Meter der ARRL 160 Meter Contest, dann am 6. Dezember der 10 Meter RTTY Contest sowie der Brandenburg Berlin Contest. Am 13. Dezember, da findet der Aktivitätstag der IGARAC statt und am gesamten Wochenende 12. bis 13. Dezember, da läuft der ARRL 10 Meter Contest, der 28 MHz SWL Contest sowie der International Naval Contest. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX und HR Funksportreferates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der November-Ausgabe 11/2015 auf Seite 60 und in der Dezember-Ausgabe auf Seite 64. Der Funkwetterbericht vom 1. Dezember, herausgegeben von Hartmut Büttig, Delta Lima 1, Victor Delta Lima. Zunächst der Rückblick vom 25. bis 30. November. Die Sonnenaktivität war rückläufig und mit nur 2 C-Flares im gesamten Berichtszeitraum sehr gering. Die gemessenen Fluxwerte fielen von 113 auf 95 Einheiten. Die Ionosphäre als riesiges Gasvolumen und Energiespeicher war trotzdem in erstaunlich gutem Zustand. Der über 90 Tage gemessene Langzeitmittelwert des solaren Fluxes lag seit Mitte September bei ziemlich konstant 105 Einheiten. Vor einem Jahr lag er bei 150 Einheiten. Das geomagnetische Feld war vom 24. bis 26. November extrem ruhig mit K-Werten von 0 oder 1. Bis zum Abend des 29. November gab es täglich eine etwa dreistündige gestörte Phase mit K gleich 3. Erst am Montagvormittag zappelte das Magnetometer ordentlich bei K gleich 5. Die im Internet präsentierten Contest-Ergebnisse spiegeln sehr gute Ausbreitungsbedingungen auf allen Bändern außer 10 Meter wider. Das 10-Meter-Band öffnete kurz nach Sonnenaufgang und schloss etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang. Dadurch waren die erreichbaren DX-Gebiete begrenzt. Man sieht die Sonnenscheinabhängigkeit der Grenzfrequenzen in den Ionogrammen und braucht ganz flach strahlende Antennen, um die kurzen Öffnungen zu verlängern. Alle anderen Kurzwellenbänder waren weltweit gut offen und präsentierten ein tolles Stationsangebot. Die Dämpfung auf den unteren Kurzwellenbändern war sehr gering, entsprechend gut die DX-Ausbreitung. Vorhersage bis zum 8. Dezember. Am 3. Dezember erscheint zwar ein neuer Sonnenfleck am östlichen Sonnenrand, aber die jetzt für C-Flares verantwortliche Region 2458 verschwindet bis zum Wochenende über den westlichen Sonnenrand. Dann bleiben wieder nur 2 Sonnenflecken sichtbar. Tendenziell erwarten wir eine sehr ruhige Sonne und fallende Fluxwerte. Das geomagnetische Feld bleibt unbestimmt mit K-Werten zwischen 1 und 3. Isolierte kurze Störungen sind aber immer möglich. Und hier nur noch die Orientierungszeiten für Greyline DX alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 16.55 Uhr, in Ostaustralien um 18.51 Uhr, in Westaustralien um 21.03 Uhr, in Singapur geht die Sonne auf um 22.52 Uhr UTC, in Japan um 21.32 Uhr, auf Hawaii geht die Sonne auf um 16.52 Uhr Weltzeit, in Anchorage in Alaska um 18.44 Uhr, in Johannesburg in Südafrika um 3.07 Uhr, an der USA-Westküste in Kalifornien geht die Sonne auf um 15.07 Uhr UTC, auf den Falklandinseln um 7.36 Uhr und in Berlin in Deutschland um 6.55 Uhr. Sonnenuntergang USA-Ostküste 21.28 Uhr, USA-Westküste 0.51 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.40 Uhr Weltzeit, auf den Falklandinseln um 23.57 Uhr, auf Hawaii geht die Sonne unter um 3.48 Uhr UTC, in Anchorage in Alaska um 0.58 Uhr, in Johannesburg in Südafrika um 16.41 Uhr, in Neuseeland um 7.25 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 14.55 Uhr UTC hinter dem Horizont.
Das war der DHRC Deutschlandrundspruch. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, Delta Hotel 5, Foxtrot, Foxtrot Lima, vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war Michael Eggers, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DHRC-Webseite sowie im Packet Radio unter der Rubrik DHRC. Meldungen für den Deutschlandrundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL, an die bekannte Anschrift Lindenallee 4 in Baunatal, sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die E-Mail-Adresse redaktion@drc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. PA 00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv. I unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. Ik wil heel graag nog even wijzen op de repeater PI3UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3UTR. Zo'n repeater, daar wordt altijd aan geknutseld, dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom en bedenk hoeveel inzet het kost om en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung, alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.